De regeringsleiders van Suriname en Nederland kwamen op 26 september kort bijeen tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties, waar de focus lag op de versterking van hun onderlinge banden. Minister-president Dick Schoof bevestigde dat het huidige Suriname-beleid onder zijn leiding wordt voortgezet met blijvende samenwerking op politiek en technisch niveau. Het Makandra-project zal dienen als een belangrijk mechanisme om de technische capaciteit van Suriname te vergroten. Daarnaast werd er vooruitgang geboekt met betrekking tot excuses voor het slavernijverleden, waarbij de gesprekken met de Nederlandse autoriteiten zullen worden geïntensiveerd. President Santokki meldde dat er gewerkt wordt aan de oprichting van een representatief platform om dit proces verder te begeleiden. Verder drong de president aan op de afhandeling van resterende ontwikkelingshulpmiddelen uit 1975, met plannen om 6 miljoen euro te besteden aan de gezondheidszorg en 2 miljoen euro voor de zorgautoriteit. Ook wordt 5,6 miljoen euro toegewezen voor het productiefonds en de ondersteuning van de Suriname Investment and Trade Agency. President Santokki vroeg om technische bijstand voor de voorbereiding van wetsproducten en de professionalisering van de Belastingdienst en douane. Tijdens het gesprek waren verschillende hoge ambtenaren en adviseurs aanwezig en is afgesproken dat de ministers van Buitenlandse Zaken binnenkort verder overleg zullen voeren over de voortgang van de overeengekomen punten.